Snackweekgids TV wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie de Koperde Kees en Boys Supermarkten. In een langzaam vollopende Garden of Dance, waar het straks helemaal vol staat, sta ik naast Jody Bernal. Jody, welkom. Hoi, dank je. Dit is niet jouw eerste Snackweek. Nee. Ik geloof 17 jaar geleden ben ik hier wel een paar keer geweest. Vorig jaar voor het laatst. Tijdens Cassie Canol natuurlijk. Tijdens de Cassie Canol tijd inderdaad. En vorig jaar voor het laatst eigenlijk. Leuke vind ik ook wel van Snackweek. Als je dan, ik kom zelf uit Amsterdam, en als je dan zegt van ja, ik moet een snake draaien voor de Snakeweek. En iedereen weet waar je het over hebt. Dat is wel leuk. Wat heb jij met zeilen? Want de Snakeweek is officieel een zeilevenement. Jij niet, zie ik al? Nee, wist ik. Nee. Dat is het ergste. Je kent het natuurlijk alleen van het zuipen. Je weet niet zo heel veel van zeilen, maar ik heb wel een tonnetje. Weet je wat dit tonnetje is? Hier komt ie. Ik wist het wel. Ik had er heel veel op mijn bankrekening. Een paar ton. Tonnen. Ja, en waar is dat, nu? Dat is nu deze ton geworden. Dit is een zeilton. En die zeilton die wordt gebruikt door zeilers vaak. Zodat als hun bootje omgaat, blijven hun mobieltjes en alles wat erin zit, blijft nog droog. Wij gebruiken hem ergens anders voor. Wij gebruiken hem als grabbelton. Er zitten een paar proppen in, je mag grabbelen en dan mag je de zin afmaken. Dit is wel oldschool inderdaad. Ja, dit is oldschool, hè? Ik dacht, we kunnen het digitaal doen, we gaan lekker analoog. Het is allemaal dezelfde vragen. Nee, het is niet allemaal dezelfde vragen. Dat zou ook heel makkelijk zijn. Als ik mijn beste dierimitatie doe, klinkt dat zo. Oh, die kan ik ook. Ja, ik had zo gehoopt dat je deze zou doen. Ik doe op kantoor niks anders dan. Top. Ik zei het toch, we zouden zo broers kunnen zijn. Ja, inderdaad. Mijn stapavond is pas compleet wanneer ik een kapsalon heb gegeten. Het wordt steeds drukker ook achter ons. Ja, gelukkig wel, dat stond je voor een leeg plein. Als ik iets aan mijn lijf moest veranderen, dan is dat... Ja, mijn buik, man. Ik begin steeds weer zo'n pens te krijgen. Je buik? Dan komt er die kapsalon, jongen. Ik had nooit durven dromen dat ik ooit iets in de muziek zou kunnen doen. Nee. Mijn moeder was er altijd een beetje op tegen. Ze zei, Joe, ga een baan zoeken. Ze geloofde er ook niet zo in. Maar dus, nu is alles anders. Nu is alles anders. Dus ja, dit is nog steeds waar ik me af en toe van verbaas. Dat ik denk, ja, en nu nog steeds met draaien de afgelopen jaren. Ik heb altijd mijn hele leven mijn geld verdiend met het maken en spelen van muziek. En dat had ik nooit, kunnen dromen. Wat vroeger leuk was aan seks met fans was... Waarom trek je deze vraag nou letterlijk en figuurlijk als laatst? Het is een klap op de vuurpijl. Ik heb nog nooit seks gehad met fans. Is dit jouw serieuze antwoord? Ja! Dat is zo niet waar! Hey, is dit niet BNS, buiten slinken? Nee, dat is een snake. Zo niet waar! Goeie, dit is gewoon een snake. Zullen we gewoon een getal in beeld doen en dan zeg jij of het klopt? Dit getal? Of meer deze? Meer. Succes man, met je set. Thanks. Leuk je gesproken te hebben. Ik ook. Jody Bernal, tijdens de Snake Week. Snake Week Gids TV wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie de Koperde Kees en Boys Supermarkten.